Wanneer je voor het eerst zwanger bent, of misschien al wel voor de tweede of de derde keer, dan zijn er nog wel eens termen die op je afkomen waar je nog nooit eerder van hebt gehoord. Zo kan een van die termen zijn een hands-off bevalling. Een hands-off bevalling is iets wat steeds vaker voorkomt. Steeds meer vrouwen kiezen voor deze vorm van bevallen en dit kan ik alleen maar aanmoedigen. Tijdens een hands-off bevalling staan vrouwen volledig in hun eigen vertrouwen, in hun eigen lichaam, het proces en de natuur. Maar heb jij nou nog nooit gehoord over deze term of je wilt graag meer informatie over deze vorm van bevallen? Blijf dan vooral kijken, want in deze video bespreek ik wat een hands-off bevalling precies is en wat de voordelen zijn van deze vorm van bevallen. Mijn naam is Plenny, ik ben geboortedoula en het is mijn passie vrouwen alles te leren over hun zwangerschap, bevalling en de postpartum periode. Ben jij nou geïnteresseerd in deze onderwerpen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal, want ik upload wekelijks nieuwe video's en zo hoef je mijn toekomstige video's niet te missen. Een hands-off bevalling is een bevalling waarbij de vrouw volledig de regie heeft over haar bevalling. De verloskundige is enkel ter observatie aanwezig. Normaal gesproken krijgen vrouwen tijdens de bevalling te maken met een routine aan standaardcontroles. De hartslag van de baby wordt regelmatig gemeten. Soms wordt de bloeddruk van de moeder gemeten. De ontsluiting wordt gemeten door middel van een inwendig onderzoek. En soms worden zelfs de vliezen gebroken wanneer ze de vooruitgang niet snel genoeg vinden gaan. Bij een hands-off bevalling worden er geen controles uitgevoerd door de verloskundige. De verloskundige is aanwezig in de ruimte, maar verricht geen handelingen bij jou of de baby. Dit zorgt ervoor dat jij niet wordt gestoord wanneer jij aan het bevallen bent. Vaak kunnen deze controles jou namelijk storen in het proces van de bevalling. Veel vrouwen voelen in hun lichaam tijdens de bevalling de behoefte om rechtop te bewegen, door te lopen, te hurken of voorover te leunen. Vaak is juist het plat op je rug liggen in bed heel erg pijnlijk en vermijden vrouwen deze houding dan ook instinctief. Maar wanneer er regelmatig ontsluiting gemeten wordt bij jou, dan moet jij op je rug op bed gaan liggen, zodat de verloskundige hier goed bij kan. Waar ik altijd voor zorg bij mijn cliënten is dat ze tijdens de bevalling en de weeën in een soort bubbel terechtkomen, door zich volledig te focussen op de ademhaling. Ontspanningstechnieken toe te passen en de juiste houdingen aan te nemen, kunnen vrouwen in een soort bubbel terechtkomen waarin ze ontzettend goed om weten te gaan met de sensaties van de bevalling. Maar op het moment dat de verloskundige voorstelt om een controle uit te voeren en jij plat op je rug moet liggen op bed en dit voor jou veel pijn en ongemak geeft, dan zal jij volledig uit je bubbel gehaald worden en kan het zijn dat het voor jou moeilijker wordt om weer terug te komen in jouw comfortabele bubbel. Daarnaast kan zo'n onderbreking ervoor zorgen dat de vooruitgang van de ontsluiting tijdelijk stopt, waardoor de bevalling langer zal duren dan dat nodig is. Ditzelfde geldt voor het breken van de vliezen. Vraag maar eens om je heen bij vrouwen waarbij de vliezen werd gebroken door de verloskundige tijdens de bevalling. Het breken van de vliezen, wanneer deze niet natuurlijk breken, is een ingreep dat ontzettend vaak wordt gedaan. Wanneer de verloskundige of gynaecoloog vindt dat de bevalling niet snel genoeg gaat, ze vinden dat de ontsluiting niet snel genoeg gaat, of je al op 8 centimeter ontsluiting zit en je vliezen zijn nog steeds intact, dan zijn het vaak redenen om de vliezen van de vrouw te breken. Maar het breken van de vliezen, wanneer de vrouw in een natuurlijke flow van de bevalling zit, kan een enorme impact hebben op het verdere natuurlijke verloop van de bevalling. Dus het breken van de vliezen zou niet zomaar gedaan moeten worden. Ook de vliezen hebben namelijk een belangrijke functie voor de baby, zelfs tijdens de bevalling. Het vrouwelijk lichaam is perfect gemaakt om de bevalling natuurlijk en in harmonie te laten verlopen. Wanneer jouw vliezen nog intact zijn en je bevalling begint spontaan, dan zijn er heel veel hormonen die perfect met elkaar samenwerken om de bevalling zo natuurlijk en soepel mogelijk te laten verlopen. Maar wanneer de vliezen worden gebroken door je zorgverlener, dan kan dit de natuurlijke flow van je hormonen in de war schoppen. Er komt opeens een boost aan prostaglandines en oxytocine vrij, waardoor je weeën veel krachtiger worden en vaak sneller achter elkaar komen. Dit kan ervoor zorgen dat jij overweldigd wordt en niet meer goed om weet te gaan met de weeën. Iets wat je daarvoor misschien wel heel erg goed deed.
Mocht je nou meer willen weten over de natuurlijke flow van de bevalling, dan zal ik hierboven even een video linken waarin ik uitleg hoe jouw hormonen perfect met elkaar samenwerken tijdens de bevalling. Bij een hands-off bevalling worden dit soort ingrepen niet gedaan. De vrouw vertrouwt volledig op haar eigen krachten en instinct. Je gaat in feite terug naar het oerinstinct van je lichaam. Dit betekent ook dat de verloskundige geen aanwijzingen zal geven. Ze zal je niet vertellen wanneer het tijd is om te gaan persen, maar dit voel jij helemaal zelf aan. Wanneer jij op 10 centimeter ontsluiting zit, dan zal jouw lichaam enorme krachtige persweeën aan gaan maken waar jij letterlijk niet omheen kan. In principe heb jij dus geen aanwijzingen nodig van iemand die je vertelt wanneer je kan gaan persen, want jouw lichaam geeft dit perfect zelf aan. Dit is dus ook wat je doet tijdens een hands-off bevalling. De verloskundige zal natuurlijk aanwezig zijn om jou te kunnen helpen wanneer jij hier specifiek naar vraagt, wanneer jij je zorgen maakt, of je toch graag je ontsluiting wilt weten of de hartslag van de baby wilt horen, dan kun jij dit altijd aangeven en dan zal ze jou daarbij helpen. Ook zal jij of je partner degene zijn die de baby voor het eerst aanraken en vasthouden. Bij een hands-on bevalling is het de verloskundige die de baby opvangt en vervolgens aan jou doorgeeft. Maar bij een hands-off bevalling ben jij degene of je partner die de baby opvangt en dus ook als eerste zal aanraken. Het betekent dus niet dat als jij besluit om een hands-off bevalling te hebben, dat jij helemaal geen begeleiding meer zal hebben. Maar jij zal wel zelf de regie hebben over jouw bevalling. Jij mag zelf aangeven wanneer je een onderzoek gedaan wilt hebben. Hierdoor word je dus minder vaak gestoord in jouw proces van de bevalling en ga je volledig vertrouwen op je eigen lichaam en ook luisteren naar je eigen lichaam. Een hands-off bevalling wordt over het algemeen het meeste gedaan bij thuisbevallingen, maar ziekenhuisbevallingen zijn zeker niet uitgesloten. Als dit jouw wensen zijn en je maakt ze duidelijk in je geboorteplan, dan zouden ze ook in het ziekenhuis deze wensen van jou moeten respecteren en accepteren. Bij een hands-off bevalling ga jij terug naar je oerkracht, naar je instinct. Dit kan heel fijn zijn bij de verwerking van je bevalling als je baby geboren is. Helemaal als je al eerder bevallen bent onder andere omstandigheden. Er zijn online heel veel hands-off bevallingverhalen te vinden die je kunnen inspireren om net zo'n mooie, krachtige en natuurlijke ervaring te hebben. Ik moedig je dus zeker aan om eens het internet op te gaan en te zoeken naar bevallingsverhalen van vrouwen die een hands-off bevalling hebben gehad. Het is zo inspirerend en krachtig om deze verhalen te lezen en misschien haal je hier ook zelf wel inspiratie uit om zelf een hands-off bevalling te hebben. Ik hoop dat deze video jou heeft geïnspireerd en geïnformeerd over wat een hands-off bevalling precies is en jou misschien wel heeft doen nadenken of dit misschien wel iets is wat jij zelf graag zou willen voor jouw bevalling. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze vorm van bevallen en zou het ook super leuk vinden als jij hieronder even een reactie achterlaat voor mij. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een like achter en ik zie je heel erg graag terug in een van mijn volgende video's. Bye!